Het gaat echt heel erg slecht met de TV-carrière van Wendy van Dijk. Volgens TV-professor Tina Nijkamp lijkt Wendy's rol een beetje uitgespeeld bij Talpa, nu haar man Erland Galjaard is vertrokken als Talpa Bobo. Tel daarbij op dat ook de programma's die Wendy bij SBS 6 heeft gepresenteerd, vrijwel allemaal zijn geflopt, behalve wie van de drie. De conclusie van Tina dat Wendy gewoon een beetje uit is, vindt Sjönieuws ster Evert Santegoeds wel een beetje hard, geeft hij aan in de podcast strikt Privé. Ja, en dat is treurig, want ik moet zeggen dat Tina degene is die haar op het schild gehezen heeft door haar hart in actie te laten presenteren. Wat moeten we met Wendy aan? Wat ik wel heel leuk vond, was dat kende het cameraprogramma dat ze deed. Ze deed een fantastische grap met Tino Martin en René Vroger samen in een auto. Dat ging maar door en dat ging maar door. Dat was zo gigantisch goed geproduceerd en dat hield ineens op. Ja, het is een heel bewerkelijk programma. Evert doelt hier op Wendy's show Wie het laatst lacht. Het is lastig om zo'n show te maken. Bovendien, als mensen weten dat er een candid programma gaande is, dan zijn ze altijd wel wat meer alert. Het is jammer dat dat programma gestopt is, want dat was Wendy op haar allerleukst, vond ik. En Ushi van Dijk dan? Ze heeft het zich niet makkelijk gemaakt met al die typetjes zoals Ushi en Dushi. Ik vrees dat dat in deze tijd helemaal niet meer zou kunnen zoiets en dat was toch wel een ongelooflijke knappe actie. Je zo uitmonsteren als een Japanse verslaggeefster met alle stereotypen zou helemaal niet meer mogen. Collega Jordi Versteegde vindt dat jammer. Gelukkig hebben dan de beelden van vroeger nog. Ik hoor jou dan eigenlijk wel zeggen: als Wendy van Dijk een goed format krijgt, kan zij nog gewoon storen. Ligt het dan aan het format meer dan dat het aan haar ligt? Ja, dat denk ik wel, vervolgt Evert. Kijk, Wendy had een heel hoge gunfactor in de periode dat ze zou gaan trouwen met Xander en daar heeft ze heel lang op kunnen teren, maar ze kon natuurlijk ook wel wat. Om nu te zeggen dat ze is afgeschreven. Nee, ik denk dat er heus wel een programma te bedenken is. Het is meer dat grote familieshows volgens Evert een beetje uit de tijd zijn. Die duren ook veel te lang. Ik geloof dat er zelfs plannen zijn om een van de acht met Mies Bouwman terug te gaan brengen. Ach, doe het niet, zou ik zeggen. Dat heeft Jos Brink ook nog eens gepresenteerd en die heb ik horen klagen over hoe traag dat format tegenwoordig zou zijn. Misschien moet Wendy toch maar weer terugvallen op Hart in actie, besluit Evert. Dat format is zo prehistorisch dat er nog actie in de titel staat in plaats van actie. Doe het op een andere manier en zoek het liefst weer iets dicht bij jezelf naar de mensen toe. Wat ze deed in Hart in actie of zo.